Goedemiddag, met Jordi. Goedemiddag, je spreekt met Marcus. Ik had een vraagje. Ik had laatst boodschappen bij jullie gedaan. En toen had ik ook bananen gekocht, maar het viel me op dat de bananen nogal klein waren dit keer. Ja? Kan dat zijn dat bananen duurder zijn geworden? Dat ze, ja, in verhouding, dat ze daardoor kleiner zijn geworden? Nee. Het verschilt enorm met die bananen. Ja, want normaal gesproken betaal ik ongeveer 1,50 euro voor bananen. En dan zijn ze wel redelijk groot, maar dit keer waren ze wel echt heel klein, vond ik. Ja, nee, dat kan wel eens gebeuren dat er in de ene doos kleinere zitten dan in een andere doos. Ja, want dan betaal je eigenlijk meer voor wat je ervoor krijgt eigenlijk, toch? Ja, maar wat ik de volgende keer aanraad is even naar een collega van ons lopen. Ja? En vragen of ze grotere bananen hebben. Oké, dat kan ik wel een keer vragen natuurlijk, maar het viel me ook op dat ze nogal groen waren en dat ze niet snel rijpten en zo. Nee, klopt. Nee, geen idee waar dat dan aan kan liggen, maar... Ja, want normaal gesproken kosten bananen ongeveer 1-2 euro, toch? 1,69 volgens mij. Oh la la. Ja, en dan krijg je... Even heel snel uit mijn hoofd zeg. Ja, klopt. En dan krijg je er iets van 5 of zo. En het waren er 4 en ze waren behoorlijk klein. Dus het viel me een beetje tegen eigenlijk de laatste keer. Ja. Nee, dat snap ik. Ja. Is er een mogelijkheid dat ik de volgende tros bananen gratis kan ophalen? Gratis? Ja. Nou, dan ga ik eens even overleggen met mijn collega hoor. Oh, één moment. Ja, is goed, ja. 5 minutes later. Ik heb even met mijn collega overlegd. Ja. En we kunnen het helaas niet gratis geven. Oh, dat is heel jammer. Ik dacht, misschien kunt u me een keer matsen, maar helaas. Nee, sorry. Nou, maakt niet uit, want zo duur zijn bananen ook niet eigenlijk, hè? Sorry? Zo duur zijn ze ook eigenlijk helemaal niet, toch, bananen? Nee. Oké, is goed. Nou, bedankt in ieder geval. En dan kom ik binnenkort even bananen halen. Ja hoor, fijne dag verder. Doei.